Waarom draag je geen helm? Ik denk, ja, ik rijd echt wel toch dood. Ik rijd voorzichtig. Waarom draag je geen helm? Ik? Nu? Ja. Omdat ik dat niet nodig vind. Waarom draag je geen helm? Nu, hier. Ja. Draag je wel eens een helm als je aan het fietsen bent? Nee, nooit. Ik heb nooit echt een gevaarlijke situatie gehad. Dus, ik heb ook een fiets in Amsterdam, maar de fiets ik gewoon dwars door het verkeer heen. Dat is echt, ik weet niet, gewoon inzicht en ervaring. Maar tuurlijk, als je langs auto's fietst, kan altijd een auto erover gaan. Ja. En je bent je altijd wel bewust van het gevaar. Ja. Ja, je voelt hier in Nederland als fietser wel alsof je de hoofdgebruiker van de weg bent. Ja. Dat ziet ook vaak als ongeluk zijn in het nieuws. Dan krijgt 19 keer de auto natuurlijk de schuld van het ongeluk. Ja, dat is ook een regel volgens mij in Nederland. Van, de fietser heeft altijd gelijk. Ja. Waarom draag je geen helm? Nou, dit is een stadfiets. Ja. Dus ik ga hier natuurlijk niet zo snel mee. Zo, Dat vind je niet nodig? Nee, heb ik er nooit over nagedacht. Zo. Mountainbike ook, dan heb ik altijd een helm op. Ja. Maar geen helm op de gewone fiets. Ja. Ik ben nu 50 en ik ben er nooit op mijn hoofd gevallen. En ik ben gerust wel eens gevallen met de fiets. Het is altijd je heup waar je op valt. Ik vind mezelf niet een risico dat ik denk, ik ga eerdaags op de grond liggen. En je hebt een elektrische fiets, zie ik. Ja, het is dan pedelec, zo'n snelle fiets. Waarom draag je een helm? Bij deze fiets is het verplicht, dus ik moet een helm dragen. Oh ja, het is omdat het verplicht is. En voor de rest, ik heb totaal 4 fietsen thuis. Heb je ook een vrije tijdsfiets waarmee je geen helm draagt? Ja, als ik bijvoorbeeld boodschappen ga doen, dan heb ik geen helm op. Ja, precies. Ik denk dat geen één Nederlander een helm draagt op zo'n moment. Nee. Oké. Waarom draag je geen helm? Nou, ik ben nu op mijn stadsfietsje, dus dan hoef ik geen helm. Maar ik heb wel gedacht... Ja. Op een gegeven moment moet ik denk ik misschien wel aan een helm, want ik rijd mogelijk te snel. Ik neem aan dat dat komt omdat je dan op een elektrische fiets rijdt. Ja, en dan te hard. En dan heb ik zelf misschien nog wel zicht op wat ik doe, maar een ander moet ook anticiperen op mijn snelheid natuurlijk. Waarom draag je geen helm? Geen helm? Ja, nee, ik vind het risico dat je valt en op je hoofd belandt. Met stadfietsen niet zo groot, met mountainbiken wel. Ja. Of wielrennen. Nou, met deze snelheid vind ik dat geen probleem. Waarom draag je geen helm? Ja, weet je, mijn hele leven lang draag ik al geen helm. En zo hard fiets ik niet. Dus dat zit niet in ons systeem. In Amerika rijdt bijna iedereen met een helm. Ja, maar als je door New York fietst of door Alkmaar, dat is nog wel een verschilletje, hè? Al onze auto's die hier rijden, zijn opgegroeid met fietsen. Ja. In ja. het verkeer. Ja. En zijn ook zelf regelmatig fietser. Ja. Denk ik. Ja, precies. Snap je? En daar zit het verschil. Ja. Kijk, als je zo'n idioot hebt die nooit in een fiets zit. Als je dan met zo'n soortje huurfietsen ziet, dan je pikt ze er zo uit van mensen die nooit op een fiets zitten. Dat zie je gewoon. Dat is gewoon een heel ander gedrag. Huh? Heel ander rijgedrag. Heel onzeker. Alle kanten opslingeren. Naar alle kanten opkijken. Ja, weet je, dat soort dingen. Dan denk ik, weet je, dat is een gevaar op de weg. Ja, dat die mensen dan een helm op doen, dan denk ik, dat is alleen maar beter. Want de kans dat ze op hun mik gaan is groot. Percentueel gezien, hoe vaak pak je de fiets? 95%. Oh, oké. Ja. Wow, dat is wel heel veel. Ja, het is eigenlijk een boodschappenautootje. Ja, precies. Heb je naast een fiets ook een auto? Nee. Gebruik je dan je fiets voor al je vervoer? Gebruik je ook... En ik heb een OV. Daarom heb ik zo'n mooie elektrische fiets. Oh, het is een elektrische? Ja. Oh, hij ziet er allemaal gewoon normaal uit. Ja, ja. Oh, je rijdt ergens veel. Nee, dit is mijn stadsfietsje. Nee, ik heb er inderdaad twee. Oh, ja, je dacht dat je op je elektrische zat. Ja, ik dacht dat ik op elektrische zat. Je had wind mee of zo. Ja, precies. Heb je naast de fiets ook een auto? Ja. Ja. En waarom gebruik je nu de fiets in plaats van de auto? Oh, ik fiets liever. Dus als het nog te fietsen is, dan fiets ik eigenlijk altijd. Fijner ook, ik word er altijd blij van. Wanneer pak je dan wel de auto? Als ik heel veel mee moet nemen. Dat ik echt, of heel veel boodschappen. Maar ook met behoorlijke boodschappen ga ik ook nog liever fietsen. Okay. Ik vind het op parkeerterrein eigenlijk ook niet fijn. Heb je naast deze fiets ook een auto? Ja, zeker. Waarom gebruik je nu de fiets in plaats van de auto? Omdat wij heel dicht bij de stad wonen. Okay. En wij dan echt voor het milieu ook de fiets pakken. Percentueel gezien, hoe vaak pak je de fiets in plaats van de auto? Ik pak... 80% de fiets. En gebruik je het ook als het slecht weer is? Of pak je dan je fiets ook gewoon? In principe pak ik echt de fiets. En dan doe ik gewoon mijn capuchon op. Oké, knap. Ja. Ja, dus. Heb je naast deze fiets ook een auto? Ja, heb ik. En waarom gebruik je nu de fiets in plaats van de auto? Dan ben je even in beweging. Gewoon lekker. Ik woon niet vrij dichtbij. Dus, Het is eigenlijk geen optie. Het is geen keuze voor mij. Het is gewoon vanzelfsprekendheid. Heb je naast een fiets ook een auto? Ik heb ook een auto, okay. ja.
Wanneer beslis je om je auto te gebruiken en wanneer de fiets? Ik ga eigenlijk alleen met de auto als ik grote afstanden moet doen. Meer als 20 kilometer. Heeft het weer er nog invloed op bij jou? Of ga je het gewoon door weer? Het weer heeft daar geen invloed op. Ah, oké. Okay. Dus je gaat gewoon door weer en wind met de fiets? Zoals Nederlanders heb ik altijd een regenpak in mijn tas zitten. Ja. Heb je ook een auto? Ja, heb ik ook. De auto gebruik ik nooit. Hoe komt dat? Ja, ik heb hem nooit nodig. Percentueel gezien, hoeveel gebruik je de fiets ongeveer? Nou, de fiets eigenlijk altijd. Oké, bijna 100% van de tijd. Ja. Oké. Heb je naast deze fiets ook een auto? Een auto, ja zeker. Ik heb ook een auto. En waarom gebruik je nu de fiets in plaats van de auto? Nou, omdat ik ontzettend veel fietsen hou. En omdat het een afstand is die heel goed te doen is op de fiets. En wanneer gebruik je dan wel de auto in plaats van de fiets? Vaak als ik wat grotere dingen te vervoeren heb. En als je natuurlijk wat langere afstand wil afleggen. Heeft het weer daar ook invloed op? Nee, ja. Dat houdt mij niet tegen. Percentueel gezien, hoe vaak gebruik je de fiets ongeveer? Ik denk dat ik in 90% van de gevallen de fiets pak. Wow, en misschien, nog wel hoger. Ja, oké. Ja, echt heel veel. Ja, dus je bent echt inderdaad een echte fietser. Ja, heel goed. Ja, ik ben echt een fietser. Ja, klopt. Ja. Ja. Heb je naast een fiets ook een auto? Nee. Oké. Nee, wel gehad. Dus je hebt wel een rijbewijs, maar je hebt besloten om de auto weg te doen, zeg maar. Ja, klopt, ja. Wat was de reden daarvoor? Nou, ik woon in de stad nu, zeg maar. En dan is een auto gewoon niet zo handig. Ja, omdat je eigenlijk alleen maar korte afstanden aflegt. Je kan alles op de fiets doen. Ik heb een elektrische fiets en openbaar vervoer gaat prima. Do you have a car also? Yeah, I have also a car and a motorcycle. Why do you choose to use your bicycle at the moment? It's fresh air. Yeah. Good for your health, yeah. And it's easier to travel. You don't have to park your car and you go with your bicycle anywhere you like. Heb je naast een fiets ook een auto? Jazeker. Waarom kies je nu om de fiets te gebruiken? Nou, ik ga naar huis. Okay. Dat is 33 kilometer verderop. Ja, het is gewoon wel werkverkeer. Wanneer kies je er dan voor om de auto te nemen? Bij slecht weer. Percentueel, hoe vaak zit je op de fiets? Op dit moment ongeveer de helft. De helft, oké. Ja. Heb je naast je fiets ook een auto? Ja. Oké, en waarom gebruik je nu de fiets? Ik kom uit Bergen, dus dat is 5 kilometer ongeveer. Ik ben sneller met de fiets, denk ik, dan met de auto. Vanwege het parkeren? Ook vanwege het parkeren. En? Maar ook omdat je met de auto... Kijk, met de fiets ga je binnendoor. Ja. En met de auto moet je helemaal om. Ja. En eigenlijk doe ik gewoon op die manier... Eigenlijk om die reden al gewoon alles met de fiets. En plus je hebt dan ook alweer je beweging gehad. Ja. En weet je, ik ben gewoon niet anders gewend. Ja, het kleven heel veel voordelen aan als je het zo vertelt. Heel veel voordelen, ja. Percentueel gezien, hoe vaak pak je de fiets in vergelijking met de auto? Nou, ik durf zeker te zeggen dat het 99% de fiets is. Wauw, oké. Dat is wel een van de hoogste getalen. Ja, echt. Ja. Als ik één keer in de maand in de auto zit, is het veel. Oké. En waarvoor gebruik je dan auto dan wel? Dan wordt het voor vakantie of je gaat een weekendje weg. Heb je wel een rijbewijs? Jazeker. Ja. Dan moet ik rekenen, 34 jaar of zo. Oké. Ja. Dus je kiest er echt heel bewust voor ik om kies geen bewust, auto te... Ja. Wij hebben vroeger ook altijd, we hebben ook 2 kinderen, die zijn inmiddels groot natuurlijk. Ja. Maar we hebben ook echt bewust gekozen om geen 2 auto's voor de deur te zetten. Ja. Onze kinderen fietsen ook altijd.